Nou, Daniël, welkom. Ja, dankjewel. Vandaag is de dag dat we de monolith in ere gaan herstellen. Ja, ja inderdaad. Ja. Goed, voordat we dat gaan doen, vertel eerst eens iets over jezelf. Nou, ik ben Daniël Koek, geboren in Meidrecht. Ben nu zo'n 5 jaar actief in de ontwikkel, als professioneel ontwikkelaar. Fullstack .NET Core ontwikkelaar. Infra, DevOps, backend en de frontend, zeg maar. Dus ja, op dit moment zit ik bij Kiva als opdrachtgever. Ja, en je zegt 5 jaar professioneel, dan is daar ook al een tijd ja, aan vast. Ja, al jaren daarvoor zit ik natuurlijk al in IT. Ik denk dat ik een jaar of, ik was 15 toen ging ik al naar het mbo toe. En voor mijn 20ste was ik klaar met studeren, dus ik ben nu 26 jaar oud. Dus, leuk, ja. Leuk. Hey, waar gaan we het vandaag over hebben? Nou, we gaan vandaag over de monolith en ook microservices hebben. Er is nogal een groot misverstand met monolithen, dus dat wil ik vandaag de wereld uit helpen. En dan tegelijkertijd ook te laten zien wat de kracht van microservices ja, is. Ja, natuurlijk. Nou, wat is het misverstand met betrekking tot de monolith? Nou, het allergrootste misverstand is dat er meteen gegrepen wordt naar de microservices architectuur. Op het moment dat je, iedereen die nu wilt beginnen met een infra of een nieuw project te starten, wilt meteen microservices doen. Terwijl monolithen eigenlijk helemaal niet zo slecht zijn. Monolithen hebben gewoon heel veel voordelen. Als jij een klein team van een mannetje of 3 bent en je maakt een hele standaard applicatie, dan is het bijna stom om niet een monolith te pakken. Dan moet je echt wel heel sterk gaan afvragen, moet ik microservices gaan inzetten? Dan moet je echt daar een bepaald doel bij hebben. Ja, dus eigenlijk hoor ik jou zeggen, joh, zowel microservices als monolith zijn 2 architecturen. En het moet een bewuste keuze zijn of je voor het een of voor het ander kiest. Ja, precies. En je kan ook eventueel nog later transitioneren van het een naar het ander. Er zijn ongeveer 4 verschillende vormen waarmee je dan kan gaan. Je kan natuurlijk vanaf het begin meteen met microservices beginnen. Je kan meteen met monolithen beginnen en daarom gewoon mee eindigen en dat zo blijven houden. Ja. Maar je kan dus ook bijvoorbeeld van een monolith later nog naar microservices gaan door gewoon onderdelen los te gaan koppelen. En het laatste wat je ook nog kan doen is van microservices naar een monolith toe gaan. Maar dat klinkt misschien een beetje gek in de oren. Zeker. Leg eens uit. Ja, nou ja, het probleem is dat bij sommige bedrijven komen ze de latere tijd achter dat ze eigenlijk nooit goed hebben nagedacht over hun infra en dat een microservice aanpak gewoon ja, of niet werkt of verkeerd heeft uitgepakt. Omdat ze te veel domeinencapsulatie doen per microservice. Dus er is te veel afhankelijkheden van elkaar en daardoor wordt het systeem heel langzaam. En dan kiezen ze er toch weer voor om het terug te brengen naar een monolith. Ja, dus als je zeg maar die keuze maakt, dan ben je eigenlijk aan de start, ben je niet goed begonnen. Nee, precies. Ja, precies. Dan heb je gewoon de concepten die een microservice is, want het is gewoon een heel ander concept dan een monolith. Heb je dan toch niet goed begrepen? Nee. Nee. Dus ik hoor 2 dingen die zijn logisch. Hè. Je hebt een monolith architectuur, je hebt een microservice architectuur, dat blijft zo, nou, die snap ik. En dan zeg je ook van monolith ga je op een gegeven moment richting de microservices. Ook dat snap ik, hè. Als het groter wordt, als het complexer wordt. Tuurlijk, ja. Dat snap ik ook. Zijn er dan al dingen die je kunt doen als je voor een monolith, als je nog in die monolith fase bent, zeg maar. Mm-hmm. Zijn er dan al dingen waar je rekening mee kunt houden om straks uiteindelijk naar een microservices architectuur te gaan? Nou ja, sowieso. Ik denk dat geldt voor alle vormen van ontwikkeling dat je wilt doen. Je wilt altijd je volledige software bouwen volgens standaard principes. Dry, KISS, iedereen kent de termen tegenwoordig wel. Maar een van de belangrijkste dingen om een microservice uiteindelijk te kunnen gaan doen is dat je wel heel duidelijk een domeinseparatie moet hebben. Ja. Aparte unieke domeinen, maak 1 ding verantwoordelijk voor 1 ding. Als je dan in een monolith zit, dan zijn dat vaak modules, heette dat. Ja. En maak die gewoon ook verantwoordelijkheid voor datgene, zeg maar. Als je dan naar microservices gaat, is die transitie een stuk simpeler. Ja, ja. Nou, oké, duidelijk. Als we dan inzoomen op microservices en zo'n microservice architectuur, wat is dan zo'n microservice? Ja, zo'n microservice is dus, je moet het zien als 1 unieke applicatie die iets unieks kan. En een heel specifiek iets heel goed kan. Je kan bijvoorbeeld denken aan om in te loggen.
Een van de microservices zou bijvoorbeeld een inlogservice kunnen zijn. Waarbij je dus bijvoorbeeld het hele inloggedeelte doet. Dat is een heel specifieke microservice die dan één ding doet. En een andere microservice die doet dan bijvoorbeeld weer het winkelwagentje vullen. En een andere doet weer het betalen. Ja. Ga zo maar door. En dat zijn unieke applicaties die ook onafhankelijk van elkaar kunnen ontwikkeld worden. En ook onafhankelijk van elkaar kunnen gedeployed worden naar een omgeving. Ja. Ik hoor het al een beetje, of enkele voordelen hoor ik al in je verhaal terug. Hè? Of kan ik me als voordelen uitleggen in ieder geval. Wat zijn de voordelen van zo'n architectuur? Nou ja, een van de grootste voordelen voor een ontwikkelaar zelf, voor de jongens die het ook echt daadwerkelijk maken, is dat ze maar op één ding hoeven te focussen. Ze focussen alleen maar op het inloggen op dat moment. Daar kunnen ze dan een hele sprint, of als hun alleen maar verantwoordelijkheid voor het inloggen, kunnen ze daar zich volledig op loslaten. En zij kunnen dus ook hebben de vrijheid om alles daarmee te doen wat ze willen. Als hun zeggen, nou, ik wil geen database meer gebruiken, maar ik wil het allemaal in memory doen, nou, dan mogen ze dat doen. Ze willen een andere softwaretaal gebruiken, nou, dan kunnen ze dat doen. Dus ze krijgen veel meer vrijheid, maar tegelijkertijd kunnen ze wel integraal blijven met de rest van de applicatie. Omdat je bepaalde afspraken met elkaar maakt, servicecontract heet dat dan, om toch bijvoorbeeld, ja, na het inloggen moet je toch op die winkelwagen terechtkomen. Dus er is maar één klein stukje koppelvlak. En voor de rest mag je eigenlijk als team helemaal volledig je eigen feestje ervan maken eigenlijk. Ja, die contracten, dat zie ik dan als interfaces. Hè? Hoe je van het een naar een andere microservices gaat. Ja, er zijn een aantal verschillende. Je kan bijvoorbeeld een event-based communicatie doen. Dus dan kan je bijvoorbeeld Kafka gebruiken. Je kan ook gewoon met API's werken, dus JSON. Je kan zoiets als protobuf gebruiken, dus dat je echt op het laagste niveau zeg maar, zit. Dat ligt volledig aan je applicatie en vaak maak je ook een combinatie van. Want derde partijen zullen niet een buffersysteem gebruiken. Dus die hebben sowieso een API nodig. Maar misschien intern wil je wel weer een buffersysteem bijvoorbeeld gebruiken, zoals Kafka. Ja. Andere voordelen, ik kan bijvoorbeeld in schaalbaarheid of zo hebben, de microservices, dat is dan ook... Ja, schaalbaarheid is een stuk makkelijker, want een inlogservice die dan echt heel veel aan het doen is, die kan dan heel mooi schalen. En een ander heel groot voordeel is foutisolatie. Als die inlogservice niet werkt, dan kan het winkelwagentje misschien nog wel werken, maar dan kan je niet meer inloggen. Maar dan kan je nog steeds bijvoorbeeld weer doorgaan naar afrekenen en bijvoorbeeld je bestelling doen. Zonder dat ingelogde gedeelte de hele website stuk maakt. Wat je heel vaak ziet is dat als dan één ding stuk is, bijvoorbeeld zo'n inlogsysteem, dan is de hele website meteen stuk. Ja, dat is een heel groot probleem voor een bedrijf, want het kost echt centen. Ja. En als het een klein onderdeel stuk is, dan is het ook veel makkelijker om daar weer uit te recoveren. Ja. Ja, je kan precies focussen. Wat is daar nou aan de hand? Wat is inloggen misschien niet het beste voorbeeld. Want volgens mij inloggen is toch wel een beetje zeg maar, je gateway om in zo'n applicatie te komen natuurlijk. Ja, tuurlijk. Precies. Ja. Kijk, het is... Ik snap wel wat je zegt, ja. Als bepaalde andere onderdelen zouden stuk gaan, dan kun je wellicht nog 80-90% van je functionaliteit wel doen. Ja, maar ik heb bijvoorbeeld al situaties gezien waarin bijvoorbeeld een gebruiker niet meer kon inloggen, maar wel als een gast kon uitchecken. Ja. Doordat ze ook zo'n microservice aanpak deden. Dat maakt het toch nog mogelijk om toch nog wat sales te hebben. Ook al is het dan verminderd, zeg maar, kan je nog steeds data binnenkrijgen. Ja, ja. Zijn er ook nadelen van microservices architectuur? Ja, dus een van de grootste nadelen is gewoon infra. Infra moet je gewoon opzetten. Daar zit ook een bepaald kostenplaatje natuurlijk aan. Want je moet toch al die kleine servicejes moet je toch allemaal bij elkaar harken. En bij elkaar zetten op één omgeving. Dat is ietsje duurder dan een monolith-applicatie hosten. Plus dat je dus echt DevOps-mensen moet hebben. Of in ieder geval bij ontwikkelaars een DevOps-spirit moet krijgen. Dat ze ook steeds meer met de CI en CD, zeg maar, mindset gaan werken. Een ander ding dat... je heel veel moet rekening mee houden is dat omdat je dus allemaal verschillende onderdelen hebt, kan het soms met logging, dus dat is echt met het bijhouden van wat gebeurt er nou precies in de applicatie, dat kan nog wel een uitdaging zijn. Er zijn wel heel veel bestaande pakketten zoals een elk stack. Ja.
Maar dat is wel iets dat je, nou ja, daar moet je gewoon energie en tijd in investeren. Ja, je ziet dan in de logging waarschijnlijk wel waar de problemen vanuit welke microservice die vandaan komen. Als je dat tenminste, goed hebt opgezet. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus dat moet je allemaal opzetten en dan moet je allemaal over nadenken. En bijvoorbeeld ook database transacties is een belangrijke. Als je weer terug in de tijd wilt als het ware. Omdat er bijvoorbeeld in een warenhuis de items niet waren. Ja, dan moet je toch die order ook weer cancelen. En dat proces, dat kan soms nog wel eens een, dit is een heel simpel voorbeeld, maar dat kan soms nog wel eens ingewikkelde situaties krijgen. Ja, omdat je dan al die microservices wel langs moet om alles terug te draaien. Ja, precies. Ja, en dan moet je ook maar hopen dat die microservices allemaal wel weer terug kunnen draaien en dat ze niet al te ver zijn, zeg maar. Ja. En ja, daar moet je gewoon goed over nadenken hoe je dat gaat aanpakken. Dat is echt, dat is echt aan een infrapersoon om dat goed over... Heb je nou ook event sourcing in je hoofd of dat niet? Ja, event sourcing maakt het wel een heel stuk makkelijker. Ja. Je ziet toch dat ook bijvoorbeeld zo'n service als Kafka maakt het ook bijvoorbeeld makkelijker om niet direct alles al te verwerken. Maar op een later moment rustig langzaam alles één voor één te gaan verwerken. Ja, als je een groot bedrijf bent en heel veel data verwerkt, dat scheelt ook in de kosten. Want, ja, dan hoef je niet een database te hebben die direct kan reageren. Want als een gebruiker iets invoert, nou, dan mag het ook over een minuutje in de database staan. Dat is dan niet zo erg. Ja. En dan hebben we het over microservices. Mm-hmm. Dan kom ik ook weer iets tegen als micro-frontends. Hè? De microservices op de frontend. Ja. Wat is dat dan? Nou, dat is een trend die ongeveer begonnen is in, ik denk, 2017, 2018. Mm-hmm. Toen kwamen er steeds meer mensen die begonnen over micro-frontends. En micro-frontends staat nog een beetje in de kinderschoenen. Er zijn een bepaald aantal technieken die mensen gebruiken. Persoonlijk zie ik micro-frontend zoals, zoals microservices, als je dat precies hetzelfde zou houden, zie ik niet zo snel gebeuren voor zelfs grote bedrijven niet. Bedrijven zoals een Google of een YouTube of een Facebook, die zouden daarover kunnen nadenken. Maar 95% van de bedrijven kan veel beter eerder gaan nadenken over bijvoorbeeld de component-driven design, waarbij je dus componenten een specifieke knop maakt en die specifieke knop op de hele website toont en dan elke keer weer diezelfde knop kan hergebruiken als het ware. Dus dat je echt componenten bij elkaar pikt, zeg maar. Dan dat je overgaat naar zo'n micro-frontend approach, want een micro-frontend approach die zou echt unieke, dus bijvoorbeeld een winkelwagentje is echt uniek van één team. Dat is minder snel gebeurd dat, omdat je toch een soort harmonie, een bepaalde stijl wilt hebben door de hele website heen. Dus dat kost gewoon heel veel tijd en energie dan. Oké, dus ook aan die frontend kant is het weer een keuze, dat hoor ik wel zeggen. Hè? Ja. En jij zegt ook, joh, zo'n componenten library hebben en een uniforme set aan componenten hebben is ook wel heel interessant. Ja. Wanneer zouden dan microfrontends wel interessant kunnen zijn? Je zegt hele grote bedrijven, waarom daar dan wel? Nou, omdat het probleem is met hele grote bedrijven is dat ze niet, bijvoorbeeld een knopje, daar hebben ze misschien wel 300 verschillende versies van. Om het in te loggen, om uit te loggen, om een volgende, vorige. Er zijn er zoveel dat op zich al een product wordt aan zich om dat te kunnen ontwikkelen. En dan ga je meer naar micro-frontends kijken om die componenten echt apart te deployen van elkaar. Dat echt als je een nieuwe update wil doen aan die knoppen, dat je alleen dat unieke knopje gaat deployen. Ja. Even terug naar microservices. Ja. Zijn er nog andere dingen waar we rekening mee moeten houden? Nou ja, sowieso wil je bepaalde tools altijd gaan gebruiken. Microservices, als er iets uitgaat, dus in de Kubernetes-taal heet dat een pot. Als een pot uitgaat, zou je die eigenlijk automatisch weer willen herstarten. Ja. Nou ja, Kubernetes is daar een goed voorbeeld van. Die doet dat eigenlijk voor je. En dat is ook eigenlijk wel de dirigent, de dirigenten. Iedereen die zo'n beetje microservices op dit moment gebruikt, gebruikt wel of Kubernetes of gaat over naar bijvoorbeeld Lambda of serverless architectuur. Ja. Maar de meeste gebruiken, als ze een echt volwaardige applicatie willen hebben, gebruiken ze Kubernetes om als dirigent te spelen. Ja, en ik persoonlijk ben heel erg fan van Helm om dat stukje naar Kubernetes toe te zetten, goed te laten aflopen.
zodat je alle correcte componenten bij elkaar hebt en de correcte instellingen hebt gedaan voor dat Kubernetes cluster. Ja, ja. Dat zijn de, ja, volgens mij zeg je het al, hè, de meest gebruikte tooling voor microservices. Ik hoor je al dingen roepen als Kubernetes en zo. Nog andere Elk stack heb ik je al over. Ja, de Elk stack, dus Elasticsearch. FileBeat bijvoorbeeld met Elasticsearch, zodat je dat kan oppakken. Want die kan in elke pod kan die dan kijken naar van oké, hebben ze wat gelogd, zeg maar. Ik zie ook wel vaak Kafka gebruikt worden als een buffersysteem. Ja. Dat is gewoon heel efficiënt. Sommige bedrijven gebruiken ook MQQT. Dat is dan weer een soort tegenhanger van Kafka, zeg maar. En dat is wat meer event-driven. En daar zitten dan wat meer specificaties voor event-driven architectuur aan. En er zijn nog een scala aan andere opties die je kan hebben. Maar dat ligt helemaal aan de aanpak, aan de technieken die je ook gebruikt binnen je veld. Maar Kubernetes, Elk en iets van een eventbus zijn wel de, zie je eigenlijk bijna altijd in een microservice aanpak. Ja. Hey, we zijn wat mij betreft, ik weet veel van microservices of door de antwoorden die je geeft, dank je wel daarvoor. Mm-hmm. Je hebt ook laten zien van je monolith is echt wel een serieuze architectuur, kun je inzetten. Een laatste vraag die ik dan nog heb, hè, want dat is een beetje wat mijn gevoel is. Is dat het in een monolith applicatie, dat daar het wellicht ook makkelijker is om het overzicht te bewaren als developer? Ja, zeker. Alle tooling die op dit moment tot nu toe geschreven zijn, tot misschien een paar jaar geleden zijn ze echt begonnen met een niet-monolith aanpak te doen. Daarvoor is alles geschreven voor monolith. Dus monolith is eigenlijk de kleinste unit die je kan hebben. Ja. Een monolith applicatie, je drukt op de knop lokaal en het draait. Ja. Je zet er een database verbinding, je hebt één database verbinding en dat is het vaak. Dus als jij nieuw in een team komt, ben jij sneller up to speed in een monolithische omgeving dan in een microservices omgeving. Ja, zeker weten. Ja. 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 Vooral als je er nog nooit mee in ervaring hebt gehad, dan is 100% een monolith veel makkelijker. Nou ja, fijn dat we in ieder geval hebben laten zien dat het een keuze is. Ja, en er zijn een aantal argumenten om voor het een of voor het ander te kiezen. Ja, zeker weten. Nou, goed zo. Oké, dankjewel voor het inzicht.